Twee dagen later volgt in Montluçon een van de mooiste verhalen uit 25 jaar Lotto. Baguet, ben jij nu sterk genoeg om dit af te maken? Leddy nog altijd op kop. Zij gaan sprinten voor de zege. Baguet, dit ziet goed. Dit ziet goed. Lang genoeg wachten om eruit te komen. Als je nu gaat, dan moet je het afmaken. Opgelet, want Piel komt nog. Kun jij Piel uit het wiel sprinten? Baguet gaat voor de zege. Gaat Baguet hier deze etappe winnen? En nog goed 50 meter en hij is binnen. En dan gaat hij etappe winnen. Hij wint de etappe. En Piel is tweede. En Leddy is verdiend derde. Hij blijft voorlopig zonder woorden, dat is begrijpelijk. De emotie bijzonder sterk bij Serge Baguet. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik kon hier net. Je hebt het wel verdiend, hè? Jongens. Ondanks Lely toch gewonnen. Goh, Lely. Had hem minder. Ik die hem doet. Jongens. 96 gestopt, 97 en 99. Geen competitie, niks meer. Dakwerker. En dan eind 99, of laten we zeggen half 99, begin ik terug goesting te krijgen om te koersen, terug om te fietsen. En ga ik mee met Scott Sunderland op training, die toen aan het revalideren was van zijn val in de Amstel Gold Race. En werd ik beter en beter eigenlijk. En kreeg ik meer en meer zin om te koersen. En ben ik beginnen solliciteren bij verschillende ploegen. Waar ik overal net kreeg. Via Mario de Klerk kom ik bij Jeff Brakkeveld terecht. Die kopbal die zegt van oké, wacht. Even zegt hij, we zijn alles aan het afronden van de ploeg. En toen was op een week of drie was het beslist. Kreeg ik ineens een telefoontje van Brussel, van de Nationale Loterij. Kan je naar Brussel komen woensdag? En ik heb denk ik nog nooit zo rap in Brussel gestaan. Moesten ze dan staan flitsen, denk ik dat mijn rijbewijs voor de rest van mijn leven kwijt was. Iedereen had met mij gelachen dat ik bij hen de ploeg nam. Hey. Want ik weet zelfs, in de winter zegt hij een van de grootste geruis van België tegen ik. Zegt hij, wat is dat hij bij? Zegt hij van Baguet. Ik zei, ja. Baguet het oude klas had, zei ja, je wil in drie jaar niet meer koers, maar ik zei, wil ik dan nog een riskeren voor die jongen? Ik zei, die jongen is op een ongelukkige manier gestopt met koersen. Maar talent heeft hij. Kijk, met André vrij veel goed omgaat en vrij veel beleefd. Maar die dag van Serge, dan kom je toch altijd tegen dat ik doorgaan had, dat toch wel mijn beste souvenir zijn.